in Roeselaren wordt op 8 september deze kleine spruit geboren. Je ziet hem daar staan. Zoals het hoort in Roeselaren, op een schapenvelke. Jean-Pierre Monceret. Ik wist al massaal langs dat hij ging winnen, omdat hij ging in nummer 22. En ook bij de amateurs dan, gingen we altijd, moesten we voorhand inschrijven. En dan probeerden we altijd, ik dan en hij ook, om nummer 22 te hebben. Omdat het samen, hij van 1948, dat is dan 22, ons geboortejaar. En wij reden altijd met 22. Jullie geluksnummer. Probeerde. En dan met 22, dan wonnen we. Ja, zo is die nummer van 22. Ik wist al zaterdag tijd en die deelnemerslijst stond erop, 22, Jean-Pierre gaat winnen. Hè. En dat kwam uit. Je wist het. Ja. En we zijn daar straks naar hier gekomen, dat is een afwijking die ik sindsdien gekregen heb. En de cruise control die staat altijd op 122. En nu de laatste koersen die worden gewonnen door Alaphilippe en die rijdt 11-11. Dat is ook 22. Ja. Overal zie je 22. Overal waar ik kom, kom ik 22 tegen. We zijn 7 jaar geleden verhuisd naar een appartement. En die nummer is niet 22, 11 plus 2, dat is ook 22. Dus Jean-Pierre is, hij was altijd een goede vriend, nog altijd bij u eigenlijk. Wekelijks nog. Ik woon niet ver waar Jean-Pierre verongelukt is. En ik ga nog wekelijks dat monument onderhouden. Ja. Een warm applaus, een luid applaus voor Jean-Pierre Monceret. En ik moet ook